Hey guys, vandaag ga ik een tag over de herfst doen. Ik ben meer into de herfst dan ooit, heb ik het gevoel. En eigenlijk vond ik de tags die online stonden allemaal een beetje net niet. Dus toen dacht ik van ik ga wat vragen van verschillende tags pakken en die voeg ik dan samen tot mijn eigen tag. Dus ik heb de vragen vanzelfsprekend niet verzonnen zelf. Maar het is een beetje een samenvoeging van de tags die nu een beetje rondgaan over de herfst. Het is allemaal vragen over de herfst. Ik heb er zin in. Ik heb allemaal leuke dingen om te laten zien. Mijn favoriete herfstdrankje. Dus dan kan je denken aan wat ik haal bij de Starbucks. Of wat ik doe thuis. Wat ik gewoon lekker maak als het herfst is. Ik heb er eigenlijk twee. Dat is één warme chocolademelk, of course. Eigenlijk hoort het net nog ietsje meer bij de winter. Maar ik hou er heel erg van. Dus ja, grote kans dat ik het ook al gewoon in de herfst ga drinken. Ik vind de variant met volgens mij hazelnoot bij Starbucks echt ontzettend lekker. Het is echt bizar lekker. Wel heel zoet, maar echt heel lekker. En anders is het sowieso een chai latte. Eigenlijk bestel ik die in de zomer ook al, maar dan vaak met ijs erin. Maar nu het kouder wordt, doe ik er natuurlijk geen ijs meer in en dan vraag ik hem gewoon warm. Ik vind een chai latte zo super lekker, omdat hij echt heel erg romig is. En dat het kruidig is. En ik vind echt alles wat bij de herfst past, vind ik ook bij een chai latte passen. Dus als je nog nooit hebt geprobeerd, vraag eens een keertje in een restaurant, cafeetje, Starbucks, / nog iets, naar een chai tea latte, want het is echt super lekker. Wat zijn je favoriete muts en wanten? Die ga ik even voor jullie pakken. Ik heb vorig jaar ontelbaar veel mutsen gekocht, dus nu moet ik even ophouden van mezelf. Maar ik heb wel een paar favorieten die ik jullie wil laten zien. Allereerst mijn Breaking Bad muts. Ik weet niet of dit ooit nog, zeg maar, of een andere muts nog op de eerste plaats komt te staan. Want hier staat Walter White op en dit is gewoon prachtig. Ik krijg hier heel erg veel vragen over van jullie. Ik kocht deze bij large.nl. Daar heb je ook nog veel meer merchandise van Breaking Bad. Breaking Bad is een serie voor de mensen die het niet kennen. Beste serie die ik ooit heb gezien. Ik ben hem inmiddels voor de tweede keer aan het kijken. Niet kijken als je niet houdt van bloed en moord en drugsgebruik en zo. Maar goed, ik vind het heel leuk, want altijd als ik deze op heb, dan zie ik mensen af en toe kijken. En dan denk ik zo van, volgens mij weet jij wat dit betekent, dus je bent cool. Het is niet zo alsof je niet weet wat het betekent dat je dan niet cool bent. Maar ik vind het gewoon tof als ik zie dat mensen deze muts herkennen. Dan, op de tweede plek, staat deze muts. En deze muts is een nieuwe muts van Smoking Dog. Dit is iets waar mijn zus Saske en haar vriendje Alwin heel erg mee bezig zijn. Ze zijn nog niet te koop. Ik wil hem toch even laten zien omdat het een prachtige kleur is. Mocht je ze heel cool vinden en er meer informatie over willen, dan zet ik even een Twitterlink in de beschrijving die je kan volgen. En daar kun je alle updates van bijhouden. Maar dit vind ik een hele leuke muts, omdat de kleur ontzettend mooi is. Hij heeft zo'n leuk, zeg maar, het is met zwart en mosterdgeel. Dus het is niet alsof het alleen maar geel is of alleen maar zwart. En hierdoor krijgt het wat interessanter effect. En het is gewoon echt een herfstkleur en ik vind dit cool. En tot slot heb ik deze muts en deze is een beetje rondachtig. En deze doet me denken aan Finland, want die kocht ik vorige winter in Finland. Hij is van het merk Lindex en dat is een Finse winkel volgens mij. Dus je kan hem helaas niet kopen hier. Maar zoals je ziet past hij zowel bij mijn lipstick als mijn shirt. En kan je dus wel raden dat dit een van mijn favoriete kleuren ooit is. Favoriete wanten, ik heb er eventjes maar eentje kunnen vinden. Deze kocht ik vorig jaar bij Boohoo. En ze zijn prachtig, want je kan zo met je vingers er doorheen. Maar je kan ook ervoor kiezen om van je hand een klein beertje te maken. En dat vind ik zo ontzettend schattig. Ik heb er ook een muts bij, maar die heb ik er nu niet bij gedaan. Omdat ik die al vaker heb laten zien in video's. Het zat vorig jaar in de wintercollectie van Boohoo. Ik weet niet zeker of die dit jaar ook er weer is of komt of zo. Maar houd het in ieder geval in de gaten. Het staat bij accessoires. Heel schattig. Vraag 3. Wat is je favoriete herfstmuziek? Het is niet zo dat ik echt mijn muzieksmaak aanpas aan herfst. Maar ik merk wel dat ik weer heel veel Taylor Swift ben gaan luisteren. En heel veel 30 Seconds to Mars. Dat zijn echt twee compleet verschillende artiesten. Maar ik denk wel dat ik over het algemeen in de herfst wat meer rock ga luisteren. In de zomer is het allemaal een beetje popachtig en een beetje vrolijk. En herfst, winter ga ik toch weer meer een beetje naar het alternatief toe. Dus je zal me ook weer vaker betrappen op System of a Down. En dingen als Foo Fighters en zo vind ik ook nog altijd wel heel chill. Welk parfum ga ik meest dragen deze herfst? Ik ga vanzelfsprekend ga ik Alien weer heel vaak dragen. Alien van Cherry Mugler. Ik weet nog steeds niet hoe hij uitspreekt. Maar dat is in ieder geval mijn favoriete geur ooit. Maar dat is een beetje saai. Die heb ik al heel vaak laten zien. Dus hier zijn drie andere parfums waarvan ik denk dat ik ze deze herfst erg veel ga dragen. Ten eerste de Aqua Colonia mandarijn en cardamom. Dit is eigenlijk een hele frisse geur. Maar ik vind hem toch ergens ook nog wel kruidig. En misschien juist omdat ik af en toe de herfst wat nog wat frisser en vrolijker wil maken, zal ik deze opspuiten. Dit is echt een hele best wel heftige mandarijngeur. En daar hou ik wel van om fruitig te ruiken. Dan Love Story van Chloe. Dit vind ik eigenlijk ook een beetje een lentegeur. Maar hij heeft toch wel iets heel erg vertrouwds en heel erg vrouwelijks. Waarvan ik denk van, ja, dit wil ik wel dragen. Het is een geur waar ik eventjes aan moest wennen. Het is niet iets wat ik normaal vaak draag eigenlijk. Maar het beste woord om dit te omschrijven is vrouwelijk, denk ik. Ja, het is gewoon echt een heel romantisch vrouwelijk parfum. En dan tot slot een parfum wat nog niet uit is. Was in november. Dat is Ode Gaga van Lady Gaga. Ik heb hem al een tijdje in mijn bezit. Volgende week komt hier een review over online. Maar ik wilde hem alvast eventjes delen met jullie. Dit is een van de lekkerste parfums die ik ooit heb geroken. En
heel misschien zou deze alien wel eens kunnen gaan verslaan. Dit is een unisex parfum. Ik zag vorige keer toen ik dat woord noemde iemand vragen van wat is unisex. Het is dat je het zowel als man als vrouw kan dragen. En het is dus een beetje een mannelijke geur. En dat vind ik heel erg cool. Daar hou ik heel erg van. Het moet wel je ding zijn. Want ik hoorde tijdens het pers-event ook al mensen van dat is echt helemaal niks voor mij. Voor mij is het wel echt de bom. Ik ga hem nu opspuiten. Ik heb er zin in. Echt super lekker. Wat is je lekkerste geurkaars voor de komende herfst? Ik heb er even 3 gekozen en het was echt een drama, want ik heb hier veel te veel van. Hij is bijna op, maar ik heb nog een restje opgespaard. En ik ga natuurlijk nog even mijn eucalyptuskaars branden van Bath & Body Works. Deze is zo lekker als je verkouden bent en ik word het ongetwijfeld. Bovendien vind ik eucalyptus ook heel erg ontspannend. De kaars heet ook Stress Relief. En dan heb ik er 2 van Yankee Candle. Ik heb mijn best gedaan om nog niet de kerstkaarsjes erbij te pakken, maar ik heb hier Vanilla Cupcake. Dit zijn geuren die in de zomer echt heel ver weg van mij moeten blijven, want dan word ik echt kotsmisselijk van met warm weer, maar zodra het wat kouder begint te worden, dan kan ik er wel weer tegen, want dit zijn echt van die voedselgeuren. Vanilla cupcake is echt gewoon ja, een mix van boter, room en vanille en suiker. Heel veel suiker. Ik vind het heel gek dat je dat terug kan ruiken in de geur. Super lekker. En dan is dit vanilla chai. Dit is al mijn 2e kaars die ik hiervan heb. Zoals de naam al zegt, vanille en chai. Dus hij ruikt eigenlijk een beetje naar de chai tea latte die ik altijd drink in de herfst. Heel kruidig met een beetje warme vanille en dat maakt een hele lekkere mix. Je favoriete make-up look voor in de herfst? Nou, ik heb hem voor de gelegenheid even gemaakt vandaag op mijn hoofd. Eigenlijk wat ik verwacht dat ik het meeste zal gaan dragen in de herfst zijn donkere lipkleuren. Hij is inmiddels alweer een beetje vervaagd. Ik ga hem even bijwerken. Dit is de Miss Sporty Instant Lip Color and Shine in de kleur... Staat de kleur er gewoon niet op? De kleur staat er niet op. Hij is in ieder geval zo donker. Daarbij draag ik winged eyeliner en dat is iets waar ik ook heel veel... voor gaan in de herfst. Vaak regent het en dan kan je wel een hele ooglook gaan maken, maar het is een beetje zonde. Dus kan je beter gewoon voor een eyeliner look gaan. Dat is voor mij niet zo heel veel moeite, dus dat doe ik dan meestal. En voor de rest glanzende wandjes. Het is echt vooral de donkere lipkleuren en de eyeliner. Wat is je go-to moisturizer voor in de herfst? Dat vind ik een leuke vraag, want bijna iedereen zijn huid wordt gewoon een stuk droger in de herfst. Eigenlijk kan ik niks anders zeggen dan Weleda Skin Food. Ik ben heel erg fan van dit product. Het is super vettig, dus dit zou ik niet overdag opsmeren, tenzij je echt hele droge plekjes hebt. Maar wat ik doe hiermee, ik smeer dit 's nachts op. En olie ook vaak erbij, bijvoorbeeld de vitamine E-olie van The Body Shop. Maar deze alleen doet het zelf ook al heel erg goed. Dit is een mega vettige crème, dus in de nacht kan die dan helemaal zo opgezogen worden door je huid. En dan word je de volgende dag sowieso gegarandeerd wakker met een hele zachte huid. Dus als er iets is wat ik heel veel ga opsmeren deze herfst, dan is deze wel. Wat is je favoriete herfsttreat of snack of wat dan ook? En ik vind het echt een hele lastige vraag op dit moment, want op dit moment doe ik een sapkuur en leef ik al 3 dagen op alleen sap. Het zijn echt allemaal dingen die ik niet mag, want ik zit ook nog eens in een veganistische maand. Nou ja, goed. Ik hou heel erg van chocolate chip cookies. Ik hou heel erg van Ben & Jerry's, ook al is het herfst. Ik eet gewoon koude dingen. Die 2 dingen vind ik echt heel erg lekker en dat zijn wel echt van die snacks waarvan ik denk van... Yes. Daarnaast Oreo's en ook nog wel denk ik nacho's met heel erg veel cheddar kaas. Echt zo'n grote Mexicaanse dip met allemaal zo'n salsa en groenten en kaas en kaas en kaas. Ja, dat zijn wel een beetje mijn favoriete snacks. Ik denk alleen maar nacho's en pizza's de afgelopen paar dagen. Hoe ga je verkleed met Halloween? Nou, tenzij ik last minute word uitgenodigd voor een Halloween feestje, wat ik niet verwacht, want in Nederland doen we er nou eenmaal niet zo heel veel aan. Ga ik niet verkleed met Halloween zelf, maar er staan wel 3 Halloween tutorials op de planning voor jullie. Ik heb vandaag wat spulletjes binnengekregen. Ik ben super enthousiast en ik wil zo snel mogelijk aan de slag gaan. Misschien weten jullie nog wel dat ik vorig jaar een Halloween zombie tutorial heb gemaakt. Dat vond ik zo ontzettend leuk dat ik dacht van dit jaar moet ik het weer doen, maar dan gewoon wat uitgebreider. Dus dat ga ik doen. En ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En dat was de laatste vraag van mijn zelf samengestelde soort van herfsttag. Voordat ik het vergeet... Eventjes een kleine mededeling. Ik ben genomineerd voor de FIFA 400. En dat is een lijst van 400 vrouwen die allemaal heel erg FIFA's worden, zeg maar, inspirerend en ondernemend zijn. Ik vind het een onwijze eer dat ik daartussen mag staan. Ik vind het echt een beetje gewoon te gek dat ik daar gewoon tussen mag staan. Er zijn 8 categorieën en uit elke categorie komt er uiteindelijk een winnaar. En totdat je in de top 5 zit, gaat alles met stemmen. En mocht je het leuk vinden om mij te zien winnen, dan zou het natuurlijk heel erg leuk zijn als jullie zouden willen stemmen. Ik ben zo dankbaar dat dit is gebeurd. Het is echt super bizar. Mocht je op mij willen stemmen, dan staat er een linkje in de beschrijving. Daar kan je op mij stemmen. Je kan het zowel met e-mail doen als met een social media account. Dus moet je zelf maar kijken wat je wil. In ieder geval super bedankt als je wil stemmen. I appreciate it. Toppie. By the way, ik heb een Harry Potter shirt aan. Ik ben er echt heel blij mee. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Hoi, vandaag ga ik met jullie mijn favorieten van september bespreken. We zitten alweer een tijdje in oktober, maar ik wilde het toch nog even graag doen, omdat ik dat eigenlijk elke maand doe. September was een onwijs leuke maand voor mij, een hele spannende maand.